Owen van Kol uit Nijmegen begroet gasten voor de presentatie van zijn single. Zijn carrière is op een bijzondere manier begonnen. Ik ben met mijn 9e jaar begonnen met zingen. De eerste keer was op mijn bruiloft van mijn ouders. En toen is dat op social media gekomen. En toen is het, zeg maar, toen werd ik allemaal geholpen door mensen, want die vonden het leuk en zo en die wouden, die zagen toch iets in mij. Hij is al toe aan zijn derde eigen single. Het was even lastig voor Owen, want hij kreeg de baard in de keel. Ik moest natuurlijk weer alles opnieuw een beetje oppakken met mijn stem. Met alle toonsoorten en alles moest allemaal verwerkt worden. Dus het is wel een hele grote stap natuurlijk met mijn stem, maar het is wel goed gekomen uiteindelijk. Een van de artiesten met wie hij samenwerkt is de Nijmeegse zangeres Mary Jager. Op de presentatie zingen ze ook samen. Hardwerkende zanger. Ik ben een paar keer bij hun thuis geweest. En na aanloop van deze cd-presentatie. Hard werken, tips en tricks neemt hij meteen aan. Doet hij van alles mee. En het is een zanger die het echt met zijn hart en zijn ziel doet. En dan het moment waar hij echt naar heeft uitgekeken. Hij ontvangt het eerste exemplaar van zijn single, Het is weer zomer, uit handen van zijn voorbeeld Henk Dame. Ik mag mij overhandigen. Het is weer zomer. Is het natuurlijk tijd om zelf zijn nieuwe hit te gaan zingen. Nou, ik heb nu mijn presentatie en ik hoop natuurlijk hierna dat ik verder kom en heel veel optredens krijgen en echt later groot en beroemd wordt. Ja, ik denk dat we over 10 jaar, dat hij gewoon bij de toppen staat of ergens op een groot podium staat. Want dat is wel waar hij naartoe gaat en hij leert maar. En hij neemt het aan, hij doet het en hij staat er gewoon voor.